Bij de aardappeldag van Bram Ladage en Novi Farm. En we gaan eens even kijken wat hier allemaal gedaan wordt vandaag. We zien heel veel activiteiten hier, heel veel mensen bij elkaar. En we zien daar al een heleboel activiteiten die met aardappels te maken hebben bij elkaar komen. Je ziet hier al de aardappels die gewassen worden. En een heel actief team hier bezig is. Kijk eens, de jongste medewerker van Novi Farm is ook druk aanwezig. Dus, en allemaal met elkaar zijn ze bezig om de patat te verzamelen. Aardappelen die vers van het land afkomen. Lea, laat me eens mooie aardappel zien. Kijk eens. En wat gebeurt er dan met die aardappelen? Die gaan hier in de wasmachine en worden hier geschrapt. En komen zo dan in ieder geval klaar voor de oven komen ze eraan zetten. En verderop worden ze straks dan in stukjes gesneden. En daar wordt de lekkerste patat van gemaakt die je maar kan krijgen hier in Nederland. We zien hier het circus van Bram Ladage. En een heleboel mensen die hier bij elkaar bezig zijn om de patat te verwerken. Hier zien we een aantal jonge medewerkers van Bram Ladage en Novi Farm die helemaal druk bezig zijn om patat klaar te maken. Dus geweldig om te zien hoe ze dat allemaal weer voor elkaar maken. En zo zien we gewoon het circus voorbij gaan. Prachtig om even de rest van de omgeving hier mee te maken. De boeren die bij elkaar staan te kijken en weer eens even te zien wat er hier allemaal gebeurt. Dan de patattent van Bram Ladage zelf. En daar staan alle mensen te smullen. Ziet hoe, is het lekker? Heerlijk. Heerlijke patat, geloof ik. Ja. Geweldig om te zien hoe druk gewerkt wordt. Hier zelfs komt patat en limonade, alles bij elkaar. Je ziet hoe snel dat allemaal afgewikkeld wordt. En Aartje die gaat geloof ik genieten ook van zijn patat. Dus we gaan eens even kijken wat er allemaal verder is. Maar er zit nog veel meer hier op het land. Je ziet hier de mensen bezig om zelfs aardappelen te schillen. Hoe mooi kan het zijn? Hier gaan we even kijken aan de jongste schildsters van het land. Eens kijken hoe ze de aardappels aan het verwerken zijn. Kijk eens. Wat kunnen jullie dat goed zeg. Aardappels schillen. Nou, misschien ook wel een patatfabriek beginnen. Wie weet wat er verder allemaal komt. En naast dat stukje zit er ook nog wat agrarische handel hier. Je ziet nu gebeuren waar de aardappels zelf vandaan komen. We gaan eens even kijken bij het stuk waar de aardappels geoogst worden. En we zien hier een heleboel mensen, onder andere uit Schravendeel komen er zelfs mensen op bezoek. Het is niet te geloven. En die gaan allemaal eens even kijken wat er hier gebeurt op dit land. En we gaan eens even kijken of die aardappels en waar die aardappels echt vandaan komen. Want dat is voor een heleboel mensen vragen zich af. Of aardappels nou uit de fabriek komen of die aardappels nou op een andere manier gemaakt worden. En hier is de grote deskundige. U weet precies hoe... vertelt u eens wat van deze dag. Van deze dag? Ja. Ja, nou goed. De dag is door Bram Ladage begonnen. Ja. In samenwerking met de mensen van Novi Farm. Ja. En wat wij willen laten zien is dat de aardappel uit de grond... Novi Farm, kom er even bij, want even Johan, jij weet ook er alles van. Samen zijn jullie een team wat sterk met elkaar deze dag georganiseerd hebben. Dus, wat we willen laten zien is de aardappel uit de grond tot in de puntzak en wat allemaal voor nodig is. Ja. Ze denken vaak wel eens dat die aardappel zomaar uit de lucht komt vallen. Uit de fabriek. Uit de fabriek. Dat er heel veel handarbeid nodig is en vakkennis. Om uiteindelijk gewoon een heel lekker patatje daar neer te zetten. En ik denk dat, deze mensen wel de eer toekomt om dat ook eens onder de aandacht te samen sterk, hè? Samen sterk, van grond tot mond. Ja. Van grond tot mond. Mensen moeten meer bekend worden met het feit dat waar die aardappels vandaan komen. Ja. We kunnen Rotterdam zien hier vandaan. Ja. Hier in deze open polders komen toch mooi opbrengst van aardappels. Super. Wij krijgen wel de complimenten van nou, lekker patatje meneer. Maar ja, deze meneer ligt wel aan de basis natuurlijk van dat lekker patatje. Precies. Dat moeten we ook laten zien. En goed, we hopen dat de komende jaren samen nog sterker worden. Super. Door een nog mooi product neer te zetten. Goed zo. Zeker weten.